Dames en heren, u gaat weer kijken naar een aflevering van het spannende televisie-evenement op VTM, waar kennis koning is en de prijzen koninklijk. De vraag van 1 miljoen. En vanavond wordt het uitkijken voor Mike, want voor je het weet wordt hij gedribbeld door een bruggetje van Pierre Stevens. Gaat Pierre vanavond voor 1 miljoen? Vaak tekent hij zo rond de jaarwisseling voor de mooiste wenskaartjes. En wij wensen Jan Wijmiens met zijn Pieter Breugel natuurlijk alle geluk toe. Speelt hij voor 250.000. En dan is hier de tandarts die zijn patiënten hoopt te verdoven van de pret. En hoe hij dat doet, dat verneemt u zo meteen van uw gastheer. Hier is Mike Verdrijn. Goedenavond, dames en heren. Welkom bij de laatste aflevering voor dit seizoen van De Vraag van 1 miljoen. Een laatste aflevering waar vuurwerk in zit. Want als alles goed loopt, dan mag B straks misschien op de valreep nog een rijkelijk gevulde koffer wegschenken. Dit seizoen is Vlaanderen al 4 miljonairs rijker geworden. 4 kandidaten die hun verbluffende kennis bij ons wisten te verzilveren of zeg maar te vergulden. Kennis die op meer berust dan op een sterk geheugen. Want een sterk geheugen staat nog niet synoniem voor een goed stel hersenen. Net zo min als een woordenboek een meesterwerk van de literatuur is. Maar de kennis die onze kandidaten tentoonspreiden getuigt wel van een voortreffelijk stel hersenen. Zij kennen niet alleen afzonderlijke details, maar zien alles ook in zijn verband. En dat komt omdat ze geobsedeerd zijn door hun onderwerp. Hun kennis hebben ze geduldig opgebouwd, want weten dat gaat vooruit met stappen, niet met sprongen. En daarom is ook onze vraag opgedeeld in 5 stappen met telkens nog een aantal tussenstadia. De vragen natuurlijk. Maar goed, genoeg gepraat. Laten we er meteen aan beginnen. En met ons nieuwe kandidaat duiken we de bioscoop in. Hij is 33, hij woont in Sint-Baafs-Vijven en is door de meeste mensen niet graag gezien. Want zijn beroep is tandarts. En van een tandarts hebben de mensen blijkbaar nog meer schrik dan van een quizmaster. Ik stel u voor aan Frank Verbrugge. Dag Frank. Hartelijk welkom. Is dat zo? Hebben de mensen nog een ontzettende schrik van een tandarts? Ja, dat bestaat nog altijd. Maar de laatste tijd, de kinderen en zo, die hebben niet meer die angst als de oudere mensen die vroeger inderdaad de werkelijke beulen hebben meegemaakt. De werkelijke beulen? Ja, soms ging het er wel gewelddadig aan toe. Zoals in de films van Laurel en Hardy. Ja. Zeg, hoe is het eigenlijk gesteld met de tanden van de Vlamingen? Ja, we hebben daar ook uitersten in. Mensen die hun tanden heel goed verzorgen en mensen die ze minder goed verzorgen. Maar in vergelijking met andere landen bijvoorbeeld? Ik denk met Zweden bijvoorbeeld of met Amerika. Daar noemt u natuurlijk juist. Zweden is het topland op het gebied van tandhygiëne. Mm-hmm. Maar ik denk dat de Belgen goed op weg zijn om ook in die topklasse te komen. Ja. Jij probeert natuurlijk een kampioen te worden vandaag in De Vraag van 1 miljoen. Ja. Maar eigenlijk ben je al een beetje kampioen, heb ik gehoord. Ja. Ja, ik ben ook. Ik heb nog een andere hobby, namelijk motocross. Mm-hmm. En daar ben ik ook al een paar keer kampioen in geweest. Belgisch kampioen? Ja, maar dat is wel bij de liefhebbersverenigingen. Cilinderinhoud, hoeveel is dat? Vroeger was dat 500 cc, maar die zijn niet meer te bereiden. En nu is dat 250 cc. Goed. Heb je vandaag ook familie meegebracht? Vrienden? Patiënten misschien? Nee, ik heb wel dus mijn vriendin meegebracht en wat familie. Dus en kennissen, ja. Ja. Hoe ziet nou zo een wachtkamer van onze tandarts eruit? Ja, dus als de mensen binnenkomen, hangt er een grote poster van Laurel en Hardy. En dan zijn ze al wat meer op hun gemak, zeggen ze mee toch? Ja, de dikken en de dunnen, ja, voor de mensen die het niet mochten weten. Ja. Want jouw onderwerp vandaag is... Laurel en Hardy. Veel succes! Frank, je begint niet op nul. Zoals je weet, ook voor deze laatste uitzending van het seizoen is onze aanmoedigingspremie 50 frank. En dit bedrag kun je in dit bedrag van de eerste vraag is dan van 1000 frank. Dat kan je verdubbelen telkens tot 64.000 bereikt is. Maar als het fout gaat, dan wordt het dit bedrag, dan wordt het deze 50 frank. Je bent er klaar voor? Ja. Je weet dat je ook altijd mag stoppen, hè? Op 8000 of op 16.000. Maar dat jammer vandaag. Goed, voor 1000 frank. Stan Laurel werd niet geboren in Amerika, maar in Engeland. Is dat goed of is dat fout? Dat is correct. Dat is correct. Opwarmingsoefeningen, hè? Mm. Voor 2000 frank. Oliver Hardy kreeg al snel een koosnaampje van zijn collega's acteurs. Ik geef je 2 mogelijkheden. 1 van de 2 is de goede. Was dat Fatty of was dat Babe? Dat was Babe. Babe is een goed antwoord. We hollen naar 4000. Ja.
Het komische talent van Stanley Jefferson, zoals Laurel aanvankelijk heette, werd ontdekt door de beroemde, of door de beroemdste, zeg maar, Britse blijspelproducent. Die man had toen al Chaplin onder contract. Wie was hij? Dat was Fred Carnot, ook genoemd Fred Westcott. Perfect. Je hebt 4000. Gaan we naar 8000? Ja. Out of nowhere, going nowhere, delivering paint. Laurel speelde in 1927 de rol van een handelsreiziger in verf in een film met Hardy als onhandige butler. Ja. Geef mij de titel van deze film. Dat was de film Slipping Wives. Dat is een goed antwoord. Je paniqueerde even precies. Ja, ik zag plotseling, ik dacht eerst dat u een producer ging vragen, maar dan zag ik plotseling dat het tussentitel was van een stille film. Spelen we naar 16.000? Ja. In een essay over film schreef de bekende auteur Henry Miller: volgens mij is dit de beste komische film aller tijden. Het taartgooien wordt doorgetrokken tot een ware apotheose. En jij weet waarschijnlijk wel over welke Laurel en Hardy film het gaat. Ja, dat was de film The Battle of the Century van 1927. Een echte battle, hè? Een echte taartbattle. Mag ik daar nog even aan toevoegen, dus dat er daar een stuk van die film is die nergens ter wereld meer te vinden is. Als er ergens ooit in België misschien een oude bioscoop-eigenaar is van in de jaren 30 die daar nog een complete kopie van heeft, dus dan zou hij daarmee alle Laurel en Hardy fans over de wereld een enorm plezier mee doen. Zijn er echt nog zoveel Laurel en Hardy fans? Ja, ongeveer nu 20.000 in The Sons of the Desert, dus de internationale fanclub. Ah, die heet zo? Ja. En die bestaat ook in België? Ja. Hoeveel leden zijn er dan? Hier hebben we ongeveer 150 leden. Je bent uiteraard lid. Ja, ik ben de voorzitter. Ah, je bent de voorzitter bovendien. Aha. Spelen we naar 32.000, voorzitter? Ja. In 1928 begon de Laurel en Hardy-serie met Should Married Man Go Home? Twee vragen daarover. A. Welke studiobaas was de producer van deze en van alle andere Laurel en Hardy-films uit de beginjaren? Dat was Hal Roach. Hal Roach is correct. Tweede deel, de man die op het idee kwam Laurel en Hardy als koppel te presenteren in Putting Pants on Philip, zou Roach's productiechef en gelegenheidsregisseur zijn geweest. Hmm. Wie was deze man? Dat was Leo McCarey. 32.000 zijn binnen. De voorzitter kan zich niet veroorloven hier tegen de vlakte te gaan. Daar ben ik enorm bang voor. Kijk, we zijn nog maar één vraag. Weliswaar, we staan er drie delen verwijderd van die 64.000. En dan is de eer gered op zijn minst, ja, toch? Ja, dat is. We spelen dus naar 64.000? Ja, tuurlijk. Stan en Ollie kenden elkaar al van voor Roach. Maar pas bij deze producer bundelden ze hun talenten en werden ze omringd door ander talent. En dit zijn de drie vragen. In 1917 werd Stan in een film tegengehouden door Ollie, verkleed als boef met een dubbele onderkin. Volgens de tussentitels snauwde Ollie: poten omhoog, kever, of ik kam je haar met lood. Ja. In welke film was dat? Dat was de film A Lucky Dog. Dat is correct, tweede deel. Wie was de man die het befaamde begindeuntje van de Laurel en Hardy films, de Cuckoo-song, componeerde? Dat was Marvin T. Hadley. Meer dan perfect. Laatste vraag, eerreddende vraag. De vaak hilarische titels, tussentitels en dialogen werden veelal geschreven door het hoofd van het editorial department van de Hal Roach Studio. Voor 64.000 frank, voorzitter. Hoe heette deze man? H.M. Beanie Walker. Alsjeblieft, daar gaan we. Zal eraan mankeren bijna. Ja. Ja, de anderen die weten dat natuurlijk. Die zeggen, die man gaat aan voorzitter spelen. Ik ken er geen fluit van. Ja, dat is het. Goed, we zien elkaar volgende week niet terug. Niet omdat je niet gaat doorgaan, maar we zien elkaar volgend seizoen terug. En dan kan je deze 64.000, je mag ze al opmaken, hoor. Ik bedoel, want die blijven toch altijd van jou. Maar je kan met een nieuw seizoen spelen naar 125.000. Frank, alsjeblieft. Dank en bedankt voor het meespelen. Tot ziens. Dank u wel. Zo, dames en heren. De volgende